Ik weet niet hoe jullie het vergaderen in je werkplaats, maar goed. Ik heb op allemaal verschillende plekken heb ik allemaal plankjes liggen en planken liggen. En ik heb absoluut geen overzicht. En wat ik nu ga doen, ik ga even een soort rek bouwen. Waar ik zoveel mogelijk van dat soort stukken hout allemaal in kan leggen. En ik heb bedacht dat ik dit gedeelte van de schuur er wel voor kan gaan gebruiken. Dus ik heb daar ik heb nog een lange balk gevonden. Die ga ik straks verzagen in smallere balkjes. En dan ga ik daar dus een soort rek bouwen. Om, waar ik al die stukjes hout in kan opruimen. Want kijk, daar heb ik staan. Daar heb ik staan in die houtstek die ik gebouwd heb. Ik heb op een andere plek ook nog van alles en nog wat liggen. Dus ik zie door de bomen het bos niet meer. Ik vind het belangrijk dat ik het nu zo ga organiseren dat ik overzicht heb in het materiaal wat ik heb. Het is alleen maar makkelijker als ik hout nodig heb dat ik het pakken kan. Dus ik ga beginnen met die balk te verzagen. Nou, dat is mijn uitgangsbalk. Die heb ik waterpas aan de muur gezet. En ik kwam in mijn houtstek nog allemaal van dit soort balkjes tegen. Die ga ik allemaal, want hij wordt 40 centimeter diep. En die ga ik dus nu allemaal even op maat maken. En dan ga ik er eerst even een soort frame van maken. En dan laat ik het even zien. Die dwarsverbindingen ga ik met pellethout doen. Kijk, deze zijn lang genoeg. Oh, die hadden zelfs 7.5. Idee. Ik ga het anders doen. Ik haal deze weer los. Ja, ik kan natuurlijk net zo goed deze planken gewoon op lengte laten. En dan deze hierin zetten. Er moet een klein stukje vanaf. Deze hier neerzet en deze leg ik hier op. Kijk, dat wil precies. Dat wil heel mooi. Want als ik nu de waterpas hierop leg en ik leg deze waterpas, dat is dat dus hier. En dan is even een streepje op de muur. Kijk, en dan kan die daar tegenaan. Ja. Zo. Die balk, die plank, moet deze waterpas. Ja. Thank you.
Zo. Zo. Ik zal hier ook nog een stukje van af moeten, denk ik. Hey, wonderbaarlijk. Ja. Ik vind, even kijken hoor, ik vind 3 planken vind ik genoeg. Dus die kan ik ook vastzetten. Even kijken. Hoeveel ruimte heb ik nou nog over? 7,5 centimeter. Dus ik maak hier even een klosje van 7,5 centimeter. Ik maak hier even een klosje van 7,5 centimeter. Zo. Kijk, dan leg ik die ertussen. Dan past die er ook mooi tussen. En dan heb ik ze mooi. Ja. Nou, ik denk dat ik ben gekomen. Wat ik nu ga doen, ik ga het hout even halen en dan ga ik het even erin stoppen. Nou, alles wat daar beneden stond ben ik al kwijt, dus dat ligt er al. Dan kan ik even kijken of ik hier misschien nog een verdeling in moet gaan maken. Maar het is een beetje afhankelijk hoe groot de planken natuurlijk zijn. Dus ik ga het eens even zien. Ik ben er blij mee. Want ik had natuurlijk op 3 verschillende plaatsen, had ik in mijn werkplaats, had ik alles liggen. In mijn werkplaats, in de nieuwe houtopslag en achter heb ik ook nog wat, had ik ook nog wat liggen. En ik heb nu alles een beetje geprobeerd te sorteren. En kijk, hier bovenin heb ik de, daar heb ik dus de wat hogere stukken. Ik heb daar de wat lagere stukken. Ik heb daar ruimte voor nog wat langere stukken. Daar in het hoekje heb ik voor daar voor nog iets kortere stukken. Dat kastje staat er nog gewoon onder, zoals je ziet. Ik heb er nog even balkjes bij onder gezet. En ik heb dus gezien dat je met relatief weinig materialen en allemaal met hergebruikt materiaal, heb ik deze kast weer in elkaar gezet. En ik kan op die manier dus weer makkelijker allerlei stukken hout vinden die ik, waar ik er iets mee kan gaan maken. Dus ik hoop dat je het interessant vond en dat je het leuk vond. Ik zou zeggen, heb je vragen of opmerkingen, kan dat hier al vonden. Vergeet niet te liken, niet vergeten te abonneren natuurlijk. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.